Hallo kijkers van YouTube, ik ben Mark en vandaag ben je met Rollercoaster Tycoon 2 met Ido. Hola amigo. Zitten we in Spanje tegenwoordig? Ido? Zoiets. Kijk, ik weet op mijn telefoon, ik denk even op stil te zetten. Ja, dat is ook fijn. Wat gaan we vandaag doen, Ido? Gaan we weer leningen afsluiten of wat? Iets? Nou ja, we gaan sowieso een paar meer advertenties starten. En we gaan zo genoeg de microfoon even goed zetten. Dat is ook wel handig. Ja, is dat niet wel goed? Zo, check al die mensen, jongen. Ja, gaat hard. De advertenties zijn over een week afgelopen. En hoe meer mensen we in het park hebben, hoe meer geld we van ze af kunnen halen. Dat zal wel mooi zijn, ja. Kunnen halen. Mark, zou het ook fijn zijn? Vertel. Als jij een stuk pad aanlegt, dat je een schoonmaker erop toe aanwijst. Oh ja, helemaal vergeten. Met opgeblazen hamster is ook weer terug. Ja. We hebben bijna 1000 mensen met zo weinig attracties. Wat de fuck zijn we aan het doen? Nou, helemaal niks. Bekijk naar ons geld, jongen. Lekker toch? Dit gaat gewoon echt ziek hard. 2000. We zouden nu wel kunnen zeggen, even 2 leningen afsluiten. Ja, goed plan. Betalen we nog meer. Je weet wat ik bedoel. Zodat even 1000 hebben, mag je een stukje lening afbetalen van mij. Oké. Okay. Maar je wil ook een nieuwe attractie bijbouwen. Ik zou gaan voor een nieuwe attractie. Ja, want ik zit nog... Plaats je hem ergens achter de draaimolen. Ja, want dat wil ik ook nog wel gaan doen. Want ik wil nog misschien een achtbaan gaan bouwen. Vorige aflevering. Doe dat allemaal eventjes niet. Met het idee dat ik hier achter ergens op een achtbaantje gaan hebben. Een attractie. Precies, wat is leuk om te hebben. Dat er heel veel mensen binnenkomen, dus je mag zo snel mogelijk beginnen met bouwen. Kijk, iets spannends. Hebben we een vliegend tapijt? Ja, die hebben we. Hebben we een Enterprise? Ja, die hebben we. Schommelschip hebben we. We hebben nog niet de twist. Oké, dan doe ik de twist. Build it! Ik zet er gewoon hier. Build it the bouwer. Kunnen we het builden? Was dat weer nodig, Ido? Die slechte grap? Ja. Altijd. Oh, daar heb ik echt ziek veel ruimte over voor andere attracties. Ik ga even een schoonmaak hierop aanwijzen. Ondertussen. Okay. Wat is die schoonmaak allemaal aan het doen? Kijk eens. Fantastico. Oké, de inspectie is iedere 10 minuten. Kun je het maar even aanpassen naar 10 minuten? Dat is helemaal prima, dat doe ik wel even. Oh jezus, begint te onweren. Ja. Ja, dat betekent... Money aftappen! Munnies! Mensen gaan nu paraplu kopen voor 20 euro per stuk. Weet je wat? Ik ga nog even de spookhuis neerplimpen. Doe dat ook hier op dit stuk? Ja. Zal ik een stuk pas opengooien? Ja, wacht dan maar even mee. Oh. Ja, maar de attractie is al open. We hebben de attractie al open gezet, dus wat maakt het uit? Ja, oké. Okay. Wat ik eerst even ga doen, is een stukje lening afbetalen. Die money stromen nu binnen, jongen. Klopt. We hebben nu al 1000 bezoekers. En mensen zijn nog steeds tevreden van ons park. Alleen voor mij willen ze de paraplu een beetje afzetten rijden, maar ze kopen het. Misschien bij jou wel, maar bij mij regent het niet. Vanwege die netwerkdiscussie, hoe de grootste situatie denk.
Heb ik altijd alweer? Lastig. Ja. Gaat het soepeltjes. Nou. Maar het geld kun je wel zien? Ja, zoiets. Hoeveel geld staat er bij jou? 700 ongeveer. Nou, bij mij 2000. Dan lijkt het me verstandig om even te reconnecten, denk ik. Laat ik dat maar even doen. Go your gang. Be right back. Zo, zie je het verschil, Mark? Oh ja, dat is wel een heel verschil, ja. Intrepijs is weer een eurotje duurder. En we kunnen bijna nieuwe advertenties plaatsen. Die geplaatst hebben, dan knallen we weer een heel stuk van de leningdrap af. En daarna wil ik het afkomen. Dit gaat echt te hard, dit. We hebben nog 5000 euro aan lening. Ja, dat klopt. Maar laten we eerst wat buffen aan opbouwen voordat je echt maar gaat bouwen. Dat lijkt me denk ik het beste idee. Lijkt me wel verstandig, ja. Spookhuis doet het ook wel goed. En laten we dan tussentijd allemaal kleine attracties bijbouwen zoals wat we nu net gedaan hebben. Ja. Dan krijgen we het meeste geld en dan mag jij de eerstvolgende grote achtbaan bouwen. Dat vind ik prima. Maar misschien moeten we toch maar een beetje alles wat meer uit elkaar gaan bouwen. Dus als we een volgend gebied met attracties willen gaan bouwen, dat we wel ietsjes verder op doen. Ja, het is dood met ook wat staan. Ja, nee, dat snap ik. Er zitten wat bredere paden misschien. Dat klopt. Wacht, daar gaat mijn netwerk desynchronisatie weer. Yay! Ja, alle attenties zijn afgelopen. De bedoeling. We zitten al wel bom. Ik denk straks een keer gaan uitzoeken waardoor dat precies komt. Ja, lijkt me verstandig. Om een 4000 euro lening. 4000, ja. Bijna nog 3000. Ik zat dus even aan Google op mijn telefoon. Zo, dat klonk goed. Open SC22 Network Desync. Het schijnt een veelgevraagd probleempje te zijn. Oké. Okay. Het schijnt nog heel makkelijk voor te komen. Oké. Okay. En tevens, jouw ruimteringen 1, die doet het behoorlijk goed. Jezus. Gaat goed, vind ik op een moment. Meer dan 1200 bezoekers. Ja, deze. Mm-hmm. God, jezus. We hebben nog maar 3000 lening. Ja. Dan wil ik even wachten. Ja, is goed hoor. Oké, we hebben gewoon gezegd dat het een bug is. Die al sinds 2016 gediscoverd is. Oké. En de makkelijkste oplossing om het tijdig op te lossen is opnieuw te connecten. Maar daar waren we ook wel achter gekomen. Ja. Misschien dat ik het toch nog maar even doe, want ik probeer nu een lening af te betalen, maar dat lukt niet eens. Ik wil het maar even niet, Marit, die lening afbetalen nu. Oh, oké. Dat zei ik net ook. Want ik moest meteen weer nieuwe advertenties inkopen. Oh ja. Die dingen zijn echt overpowered. Ja, maar dat klopt. Nu joinen. Ja. God, jezus. Ik ben maar 2 seconden in de fucking game en gelijk al een netwerk desynchronisatie. Ja, hallo. Ik blijf niet bezig. Laat maar, oké. Okay? Zal de dead kid... Lama's? Ja. Het is al de derde keer dat zijn ik Joyce. Ik blijf niet bezig. Ik ga een stukje lening terugbetalen.
Dan. Noise. Nee, ik heb geen noise. Ik kan straks een keer proberen mijn andere poort te gaan gebruiken. Misschien heb ik daar iets mee te maken. Bij het thuisfront iets raars gebeurt op die poort. Ik weet niet. Maar het lijkt me vrij sterk, want dat mag niet heel veel uitmaken. Want dan zou mijn modem moeten gaan gillen van... hij was al bezig, hij heeft voorrang. Anders loop je wat op het protocol. Heb je dat probleem weer? Ook leuk om op te lossen, maar... niet om 1, 2, 3 eventjes snel te gaan doen. Nee. Dat levert iets andere problemen op. We hebben weer 1600. Ja, zo ongeveer. 1500 bij mij, maar oké. 1700, 1800. Bijna 1900. Money, money, money. Ik heb nog één keer zo'n advertentiecampagne, Mark. Ja. En als een lening is, voor cheap. Lekker, lekker hoor. Een achterwaartse vrije valachtbaan. En dat allemaal een beetje achter elkaar geschreven. Nou, goed woord voor Galgje dus. Achterwaartse vrije valachtbaan. Ja. Ja, laatst heb ik er ook zo even. Dat was, goed herinneren, arbeidsongeschiktheidsverzekering. Oh ja, dat is ook een leuk woord bij Galgje, ja. Nou, dan gaat de marketing. Ja, iedereen ook een keer tegen te zeiken. Ja, dan schrijf je los van elkaar. Ik zeg, nee hoor. Dan schrijf je aan elkaar, want de woorden mogen ook zelfstandig voorkomen. Los van elkaar. En de hele discussie. Fijn. Ik vond het echt prachtig, de hele discussie. Echt iedereen boos op mij en salty. Hey, regen. Mensen gaan weer paraplofs kopen bij mij. Bij mij niet. Je kunt attracties renoveren voor 0 euro. Schijnbaar. Volgens de informatiekiosk 1 hebben we een winst van 17.806 euro en 40 cent per uur. Ja, bij mij 23.336 euro. Dat is, hoe zou ik het even zeggen? Behoorlijk wat. Lening afbetaald. Nou, bij mij niet. Lening afbetaald. Bij mij niet. Het beste kun je opnieuw joinen, denk ik. Ja. Be right back. Don't leave me. Zo. Kun je hem ook lekker erop lossen? Is wat. Zie je hoeveel geld we al hebben? Al 3000, zo. Lekker. Lekker hoor. Ja, ruim 1500 bezoekers. Als jij dat die nieuwe achtbaan gaat bouwen, laat dan even hoezo 1400 euro in de kast zitten. Oké, ik ga wel even een nieuw stuk van een pad. Zou ik het gewoon langs de spokers bouwen of... Bouw maar iets verder weg, joh. Maar bouw nou maar eerst geen pad. Oh ja. Dat pad staat heel vaak alleen maar in de weg. Oké, weet je wat? Ik ga gewoon even kijken wat voor achtbaan ik zou willen gaan bouwen. Eentje met staal en met wielen eronder. Ja, nou ja, je kunt ook met hout. Maar de rails moeten van staal zijn. Want hout wil nog wel splijten en breken. En metaal minder snel dan hout. Omgekeerde impuls achtbaan, nee. Mini achtbaan, nee. Houten achtbaan, misschien. Dus kijk hoe de mensen elk vinden van ons park. Ik ga een stalen achtbaan maken. Kijk in. Jouw looping skip heeft een langste wachtrij. Interessant. Daarna komt mijn achtbaan.
Maar waar ga je bouwen dan? Oh, daar! Ja. Ja, la 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 la. Even zien, 15 meter lijkt me wel prima voor de eerste helling. Zorg ervoor dat er meerdere karretjes op kunnen, maak je mij happy. Dat lijkt mij ook wel, ja. Gebeurt niet veel, oh nu wel. Ja, rustig. Rustig! Kan ik ook loopings doen? Ja. Zorg ervoor dat er een baanstuk door die looping heen gaat. Dat kan ik proberen. Zien. Fotogedeelte. Geef excitement bonus. Geef heel veel excitement bonus namelijk. Oké. Okay. En nog steeds 3000 dollar, euro. Nou, 3000 niks in kas eigenlijk. Er staat geen tekentje voor bij mij. Op één week gaat heel illustrom geld weg. Van advertenties weer. Oké. Okay. Kun je niet iets bredere bocht pakken, want die is, ja, kun je proberen. Maar tot 57 kun je een scherpe bocht, tot 87 vond misschien iets gekanteld is. Op die manier. Ik doe wel even, oh, daar gaat weer een netwerk desynchronisatie. Hey! Die heb ik nog niet gezien vandaag! Zo, die sarcasme. Het komt meer als agressie naar sarcasme. Echt, hè? Maar ben je nog steeds aan, ben je niet aan het doorbouwen dan? Een beetje. Ja, bouw eens door. Ja, bij mij gaat hij wel gewoon door. Door die looping dus. Ja. Moet ik even wachten, want... Nee, je mag doorgaan. Oké. Okay. Waarom moest je wachten dan? Ja, omdat ik denk dat het bij mij het geld weer een beetje gebukt is. Weg dat... Rejoin! Ja, laat ik dat maar weer eens even doen. Be right back! Oh yeah. Zo, hallo. Oké, verder maken we. Heb je de advertentieding al geregeld? Allaar. Oké. Ik heb ook een console in deze game tegenwoordig. We moeten erg meer doen dan al die mensen. Het begint echt een gekkenwerk hier te worden. Een groot mierennest. Ja. Ah god, weer die netwerk desynchronisatie. Ga dan gewoon maar door met bouwen. Propreetje heeft toch geen nut. Ik gebeurt toch elke keer weer. Aha. En de laatste helling wordt 18 meter. Waarom doe je twee keer zo'n ketting dan? Nou, voor de zekerheid. Ik heb het echt nutbaar, snap. Ja, maar dan ga je toch nooit altijd zonder ketting halen, maar... Nou, voor mij is het best wel een vrije link om dit te doen aan het einde, voor excitement rate, maar je kunt het proberen. Gewoon testen. En dan zie je het vanzelf wel. Maar te veel drops, dat levert ook minder excitement rate op. Oh. Oké. Maar ik kan voor mij wel twee karretjes minimaal erop zetten. Dat is zeker waar. Zo, er komen heel soepeltjes uit. Maar Mark, maak niet te veel. Ja, je kunt nog één drop maken, maar probeer eens nu een beetje achter aan het einde, want anders zit dit al op geld heen. Oké. Okay. Ik kan een beetje geld overhouden, want de park rate begint ook te dalen. Zal ik dan nog gewoon één loopingje doen en that's it? Dat kan. Je kunt ook een kurkentrekker doen. Eerst een halve looping. Doe je kurkentrekker naar links en dan ga ik zo terug naar de einde toe. Ja, dat kan niet.
Oké. Nee, verkeerde kant. Aan de verkeerde kant. Zo is het makkelijker. Maar zo had hij veel te hard. Ben ik al klaar? Ik kan nog remmen en zo neerzetten. Waar wil je die remmen dan plaatsen? Hier ongeveer. Waar wil je die remmen dan plaatsen? Ik heb het over voor die bocht. Maar dat wordt te hoog. Met de G-krachten. Nou, dan zet ik hier de remmen neer. Ook goed. Ik kan beter de andere kant uitbouwen. En een iets bredere pakken. Ja. De bocht is te scherp, Mark. Dat is het hele probleem. Dus ik kan beter de andere kant op, als je een iets bredere bocht. Ik voel het zo apart waarom je die kant uitgaat, want dan kom je nooit goed weg. En dan pak je gewoon een brede bocht. Precies dat. En dan zie je precies goed. Dan zit je altijd safe. En dan maak je hier nog zo'n klein dropje of iets. De meest komische helling ooit. En als je dat die drop bijvoorbeeld een paar remmen neerzet. Nou, bijvoorbeeld 54 km per uur. Hier ongeveer? Dat kan ook. En nu een bocht. En doe je nu ongeveer gewoon terug. Oh ja, dat kan ja. Oh, mijn marketingcampagnes zijn afgelopen, wacht even. Rip, money. Zie je er allemaal weer vanaf gaan? Ja. Oh god, jeetjes. Eentje is 700 of zo. Nu mag je weer. Ik doe nog één rep voor de zekerheid dat ik die. Nee. Kun je niet eerst die bocht doen en dan één keer remmen? Dat is goed geld. Ja, hallo. Ben je toch al bezig? Jumbo. Zo, nu moet je ook heel zo recht door. Ik even een beetje goed kijken hoe ik dan goed uitkom. Nee. Hier kun je gewoon een scherpe bocht doen. Ja, maar dan moet ik even wachten op geld. Ik vind het de meest prachtige achtbaan ooit. Ik niet. Oh. Ook meer door die tweede twee keer met die ketting lift dan wat anders. Zo. Maar als ik hier op het laatste stukje nog een blokrem neerzet, dan kan ik toch meestal ook nog. Ik kan nu al twee treinen op. Ja, meestal als je blokken hebben er nog neerzet, kun je er meestal nog drie op zetten. Drie. Oké, nu alleen nog. Zullen we testen? Ja, laten we testen. Even wachten tot ik op test drukt. Nou ja, je kunt er drie treinen nu op doen. Hey. Laten we eens zien. Ik had dus ook zo'n rotplek voor die remblokken daar het einde neer te zetten. Dat is twee treinen het beste is voor deze achtbaan. Ja, denk het ook wel. Dus jij hebt één kleine aanpassing zometeen. En dat is? Die ik nu zie. Dat geeft best wel veel G-krachten. Want hij gaat van scheef, recht scheef weer. Dus ziet dezelfde kant op. Oh, je bedoelt bij die laatste bocht? Nee. Naar de looping, waar die omhoog gaat. Dus kijk je naar de testresultaten. Nou, maar ik denk dat we dat de volgende aflevering beter kunnen doen. Dus ik. De tijdswaarde is hoog. Moet eens kijken. Even zien. Plezierwaarde is hoog. Intensiteitswaarde hoog.
Misselijkheidswaarde is gemiddeld. Behalve, ik ga nu... Oh, hier is nog gelijk bezig, maar... Maar ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.